Vandaag hebben we voor jullie weer een keertje een persoonlijke update. De laatste die we gedaan hebben is echt van vorig jaar. Toen we jullie gingen vertellen dat we ontslag namen. Volgens mij wel. Ja. Dus we vonden het wel weer eens tijd. Maar in de tussentijd is natuurlijk Two Women gekomen. Waardoor we heel veel persoonlijke dingen daarop delen. Dus dat zorgt er een beetje voor dat er minder op LLG persoonlijke dingen komen. Vroeger hadden we natuurlijk de Daily Life artikelen op Live Life Courtiers. Maar ja, nu hebben we natuurlijk To Keep a Diary op Two Women. En jij loopt er ook nog een beetje. Ja, inderdaad. De persoonlijke dingen zijn een beetje verhuisd naar Two Women. Vroeger hadden we de Daily Life artikelen op Live Life Gorgeous. Die keek Klaas trouwens nog eens terug toen ik het nodig had. Ja. Dacht ik, wow, dit is echt heel oldschool. Dat was echt maar 4 foto's of zo zaten erin. Ja. Dus ja, dat is inderdaad. Sommigen zeggen wel eens op Live Life Gorgeous jammer dat dat inderdaad een beetje verhuisd is naar Two Women. Maar ik denk ook wel dat het goed is om een beetje dat gedeelte te scheiden, weet je wel. En ja, Live Life Gorgeous blijft gewoon echt een beetje beauty. En af en toe is een kletsvideo zoals deze. Het is misschien iets te lang geleden. Maar goed, duimpje omhoog als je misschien wat meer kletsvideo's wil over een bepaald thema. Dat mag natuurlijk altijd. In ieder geval, we dachten, we doen vandaag weer eens eentje. Voor ons breekt een bijzondere periode aan. Het wordt natuurlijk zomervakantie, dus dat betekent mooie weer. We gaan op vakantie allebei. Maar het is ook inmiddels bijna een jaar geleden dat we ontslag namen. Ja. Of het ontslag hebben we eigenlijk al een paar weken geleden genomen vorig jaar. Maar dat we ook echt klaar waren met ons werk. Eind mei namen we destijds ontslag. Ja. En toen moesten we nog 2 maanden werken. Ja. Dus eind juli was het dan eigenlijk echt zover. En volgens mij kwam dat in de LOG Video Week toen het bekend werd. Ja, klopt. Ja. En toevallig is het nu bijna weer de LOG Video Week. Vergeet je even niet te abonneren, want die morgen start maandag. Nee, het is vandaag zaterdag. Ja. Maandag begint die. Maandag? Ja. Maandag. Dus vergeet niet te abonneren, want we maken er weer wat leuks van natuurlijk. Want ondanks wij op vakantie gaan, dat wil niet zeggen dat jullie natuurlijk niet zonder video's en artikelen komen te zitten. Daar zorgen we wel voor. Maar ja, een jaar fulltime bloggen, hoe is dat? Nee? Nou, ik denk dat ik voor ons beiden spreek als ik zeg dat het echt geweldig was. Dat we nog geen seconde spijt hebben gehad van die keuze. En dat we er heel erg van genieten. Dat denk ik. Klopt het? Ja, het klopt inderdaad. En het is ook heel leuk dat. Nou ja, weet je wel, natuurlijk, we werkten eerst 3 dagen en dan 2 dagen de website. En toen opeens kregen we nou 5 dagen de website. En ik weet nog wat onze werkgever een beetje geïrriteerd vroeg van, wat ga je dan met de rest van die tijd doen? Ja. En toen zeiden we nog, nou, maak je maar niet druk, want dat vult zich heus wel weer op. Ja. Nou, en dat heeft zich ook wel behoorlijk opgevuld. Zeker toen we Two Women gingen starten, toen mochten we allerlei leuke dingen doen. Ook voor de advertorials bijvoorbeeld, hè, met Bugles en RTL. En ja, dat zijn echt hele leuke kansen natuurlijk. Heel veel leuke dingen gedaan afgelopen jaar. Ja, nieuwe mensen hebben we ontmoet ook natuurlijk. Door Two Women hebben we meer met foodbloggers ook te maken. En dat zijn zulke schatjes. Die zijn zo leuk. Echt de foodbloggerswereld. Het is dat we niet culinair aangelegd zijn. Maar eigenlijk zou ik gewoon een foodblog willen starten om gewoon meer in de wereld te zijn. Inderdaad. Het zijn zulke leuke mensen. Echt leuk. Het is gewoon heel leuk dat we die hebben mogen leren kennen. Ook dankzij Two Women. Dus het heeft ons echt afgelopen jaar heel veel gebracht. Het is ook echt juist heel druk geworden wel. Ja, heel erg druk. We werken nog wel eens thuis, maar eigenlijk over het algemeen 2 dagen bij Willemijn, 1 of 2 dagen bij mij, dat ligt er een beetje aan. En dan sowieso 1 tot 2 dagen thuis schrijven. En eigenlijk ben je altijd bezig, want in het weekend komen er weer pakketjes aan. En dan denk je altijd, oh, wat zit daarin? Of dan ben je er op Instagram iets aan het zetten. Dus bloggen doe je eigenlijk constant. Iemand zei laatst tegen mij, nou, jullie worden slapend rijk of niet voor zo'n blog. En dan zei ik, nou, dat valt vies tegen hoor. Tja, soms ben je echt tot 11 uur 's avonds nog bezig. Zoals dit weekend moest er iets online, een advertorial. Ja, heb ik eerst de hele dag wacht gehouden tot die online komt. Op een gegeven moment heb ik 10 dan. Joh, neem jij het over tot vanavond laat, tot het signaaltje komt. Ja, en komt dat bleef uit. Dus hebben we de hele dag eigenlijk de hele dag onze mail gecheckt. Ja. En dan op zondag moet je nog een dag weer van alles doen. Dus slapend rijk word je niet van bloggen, maar wel heel gelukkig. Ja, en ik denk ook soms, een artikel schrijven kost echt veel meer tijd dan je denkt. Het lijkt heel makkelijk. Maar ja, soms denk je wel zo'n artikel, ja goh, vind ik niks. Hoe ga ik het nou wel eens even kwalitatief beter maken? Dat is ook best wel een puzzel zo nu en dan. Ja, nou ja, het is wel een beetje creatief denken natuurlijk. Ja. En nou ja, dan nog, als je op vakantie gaat, je bent natuurlijk eigen baas. We gaan natuurlijk alle 2 op vakantie. We zeggen niet wanneer. Maar we gaan ergens binnenkort allebei lekker op vakantie. Daar vertellen we zo nog wat over. Ja, en dan moeten we natuurlijk ook gewoon zorgen dat alles gewoon draaiende gehouden wordt. En dan denken we wel, oh, jemig. Want we zitten ook advertorials online moeten komen bij wijze van. Maar ook gewoon video's die nog goed geplaatst moeten worden. Alle tekst moet geschreven worden. Er moet heel veel vooruitwerken. Foto's bewerkt en zo. En toevallig hebben we ook de LLG Video Week er ook tussen zitten. Dus dan is het ook wel even hard aanboten. Maar daarvoor in ruil hebben we straks 2 weken vakantie. Waar ga jij naartoe? Ik ga naar Noorwegen met Jorik en Noah. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat met Noah. Ik vind het best wel spannend. Want we gaan via Denemarken 18 uur lang met de boot vanuit Hirtshals naar Bergen. En dat is een beetje in het midden richting het noorden van Noorwegen.
Dus dat is dan best wel pittig. En Noah moet dus 18 uur lang in een hondenkennel op die boot. En dat vind ik best spannend. Eigenlijk met plassen en poepen? Nou, het schijnt dat ze een bepaald uitlaatdek hebben. Oh. Je moet het wel zelf opruimen, de poep natuurlijk dan. Nou ja, oké. Maar het plassen, ja, dat kun je niet opruimen. Maar dat is, ik ben benieuwd of we dan bijvoorbeeld dat kunstgrasdek of zo misschien wel hebben om daar te plassen. Ja. Ik heb geen idee. Je gaat het zien. Ik weet het niet. Dus ik ben heel benieuwd. En ik ga met mijn zus en mijn zwager ook, met Renate en Jeroen. En want die gaan eigenlijk altijd al naar Noorwegen. Of altijd. Die zijn 1 keer geweest. Dan gingen dit jaar nog een keer. En zeiden wij voor de lol, een beetje gekscherend van, oh, zullen we ook meegaan? En toen zei dat, oh, vind ik eigenlijk wel een heel leuk idee. Dus we gaan met z'n vieren. Ik weet niet of we de hele vakantie met z'n vieren blijven. Want voor hetzelfde geld denken wij zelf, oh, we willen daar nog even heen. En denken zij, we willen nog even meer naar het noorden. We zien het wel of het gaat. Maar ik ben benieuwd. Oeh, dat is mijn telefoon. En ik ga naar Griekenland. Ja. Voor het eerst eigenlijk, ik ben nog nooit in Griekenland geweest. Gewoon even lekker een weekje in de zon. Of, nou, ik ga niet in de zon zitten, maar in de schaduw aan een zwembadje zitten. Ben ik echt helemaal aan toe. We gaan naar Lesbos, het eiland. En we zitten een beetje in zo'n achteraf dorpje in een soort van huisjesparkachtig hotel iets. Lekker met ontbijt geregeld en zelfs dineren kun je er. Dus als je niet eens naar het stadje wil rijden voor je eten, dan blijf je gewoon lekker daar. Ik neem een stapel met boeken mee en ik ga lekker op mijn lijve reet daar een week lang toeven. Oh, heerlijk. Heerlijk. Ik heb er zo'n zin in. Ja. Zo'n vakantie wil ik ook echt nog een keer. Dat kan me niet schelen wanneer, maar het is nooit volgend jaar zomer. Ik wil ook nog eens een keer een vakantie laten waarbij je gewoon geen ruk hoeft te doen. Want kamperen is altijd wel een beetje meer intensief. Intensief, inderdaad. Dat vind ik niet heel relaxed. Dan wil ik wel ontspannen. Ik ga ook wel boekjes meenemen. Ja, je gaat wel mooie dingen zien daar. Ik ga wel mooie natuur zien inderdaad. Gewoon lekker op zo'n stoel zitten en een boekje in aan een fjord, weet je. Ja. Ja, en ik hoop eens van Griekenland dat ik het niet te warm krijg. Ja, het is daar zo heet. Ja. En ik blijf lekker in de schaduw. Aan een zwembadje in de schaduw is het altijd goed voor toe, inderdaad. Een non-alcoholische, wat is het? Ja, versnaperingetjes. Ja, joh, en heerlijk gewoon. Via Elisa was heel erg het gewoon. Ja, klopt. Op aanhalen van de comments van de meiden van Two Women. Dus daar ga ik naartoe. Ik ben benieuwd inderdaad. Ja, nou, en wat gaan we de rest van de zomer doen? Dat werkt eigenlijk niet zo heel erg goed. Het grappige is er trouwens wel, en daar ben ik heel blij mee. Mijn ouders komen ook op vakantie in mijn huis, zeg maar. Oh, leuk. Dat vinden ze. Ja, ik had gewoon gezegd, maar geopperd, als je het leuk vindt, mag je best naar mijn huis komen. En mijn vader zei laatst tegen mijn zus weer van, ik heb daar zo'n zin in. Dat vind ik daar zo grappig, want dan denk ik, oh, dat je daar zin in hebt. Maar die vinden het gewoon heel leuk om in de buurt van het noorden. Ja, lekker fietsen, lekker toeven. Rustig. En het scheelt zoveel geen huis te betalen natuurlijk. Dan kun je gewoon in mijn huis. En haar voordeel is dan ook nog eens een keer als ze thuis komt, dat haar moeder het hele huis gesopt heeft en haar vader de hele tuin heeft gedaan. Lakkerbaalster dat het is. Yep, inderdaad. Die tuin is een verschrikking. En Jork is net zo'n klungel als ik. Dus mijn moeder zei van, die vindt het leuk om te doen. Ik zei, nou, is het leuk? Het hoeft niet. Als je het leuk vindt, mag het. Maar volgens mij gaan die er wat aan doen. Dus ik ben benieuwd. Dat wordt echt perfect volgens mij. Dan kom ik thuis en dan denk ik, hoe mooi. Nee. Ik hoef de rest van de zomer niks meer te doen. Nee, helemaal. Ja, Maaike, je hoort het hoe erover gedacht wordt. Ik verwacht wel appeltaart en tomatensoep als ik thuis kom. Nee. Oh, dan kom ik ook even langs. Ik ga binnenkort vragen hoe je dat maakt, trouwens, tomatensoep. Ik ga even delen op Two Women. Mijn moeder maakt hele lekkere tomatensoep. Verder gaan we gewoon de hele zomer, denk ik, vooral gewoon werken. Maar we doen wel lekker af en toe een dagje vrij nemen. Ja, wat we eigenlijk stiekem nog willen, maar we weten niet of het doorgaat. Willem en ik willen eigenlijk graag voordat de baby er komt, samen eventjes misschien Parijs of Berlijn of naar Londen. En jullie natuurlijk meenemen dan. Dan ga ik ook vloggen. Nog een paar dagen ergens. LLG goes to. Puntje. Ja. Vul het anders eventjes Hong in. Hongkong. We hopen echt nog dat we samen weer weg kunnen. Want als je kind hebt, wordt het toch wat lastiger, denk ik. En gewoon nog even leuk met z'n tweeën weg. En ik hoop dat je dan niet te moe bent tegen die tijd. Als ze met zo'n rolstoel, daar ook je overal mee. Ja. Nou ja, daarom moet het ook een beetje vlug gebeuren. Ja. Of vlug, maar gewoon ergens eind juli of augustus. Of zo nog. Ja. We kunnen allemaal met de boot naar Engeland. Ja, dat altijd. Of dat een goed idee is, weet ik niet. Zo perfect. Gezien de laatste keer dat we hem misten. Maar goed, zou wel. Wat zouden jullie leuk vinden? Parijs, Berlijn, Londen, wat lijkt het leuk waar wij heen gaan? Ik kan niet zeggen dat we erheen gaan, maar ik ben benieuwd wat van jullie denken. Of jullie leuke ideeën hebben. We gaan helaas niet naar New York of Hongkong, want dat is nog te ver weg. Dat is te ver, Ooit gaan we daar naartoe. Gaan we daar weer een keer heen. Zeker weten. Maar wat vinden jullie in Europa? Noem eens wat en dan kunnen wij eens even kijken of we denken, oh, dat is cool. En je moet er wel een beetje makkelijk naartoe te vliegen zijn. Of met de trein. Met de trein of de boot. En als het een vliegtuigland wordt, dan pas dan voor 28 augustus, want dan mag ik al niet meer vliegen. Ah, dus voor 28 augustus. Je hoort het. Dus reisleiders hier, misschien hebben jullie een leuk idee. Ja.
En wij zijn heel benieuwd wat jullie leuk vinden waar wij heen gaan. En om te vloggen natuurlijk. Want hoe vaak wil niet horen dat jullie de New York vlogs hebben teruggekeken. Dat is echt heel erg leuk en onwijs veel. Superleuk. Dus we hopen echt ooit hermijn gaan we ooit terug hoor. Ooit gaan we nog gaan een gaan we gelijk naar Fifth Avenue. En dan dan kopen Tiffany's leeg en dan naar Berkeley of een Goodman. En dan, dan gaan we even flink sparen inderdaad. Yep. Nou ja, dit was de persoonlijke update. Wat ga jij doen deze zomer? Ben je geslaagd ja of nee? Ga je studeren? Zo, ja, werken, afgestudeerd? Heb je ook vakantie? Vertel gewoon even hoe het met jou gaat. En dan bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En een hele fijne zomer. En vergeet niet naar de LG Video Week te kijken. Toch? Nee. Ik kom nog weer met allemaal dingen. LG Video Week jongens. Houd het in de vanaf gaten. Maandag. Hartstikke leuk. Abonneer je even. Vinden we super tof. Tot de volgende keer. Doei. Doei.